Zullen we erover praten? Weet je, dat ding is best wel gevaarlijk. Er gaat niks boven een klus goed afmaken. Hey, jij was hier toch de slechterik? Je laat ons gaan. Dat was een eerste blunder. Wacht, ik sta aan jullie kant. Ik zal het uitleggen. Luister, ik ben jullie echte woef-instructeur. Ik ben jullie vriend. Jullie virtuele instructeurs waren gewoon steeds een ander deel van mijn persoonlijkheid, zie je? Wow, te gek! Om jullie in leven te houden, moest ik in de buurt van Terrence zien te komen. Daarom deed ik of ik overliep. Alhoewel, ik heb jullie in actie gezien en ik wist dat jullie het wel zouden redden. Dus je bent een dubbel-dubbel agent? Dubbel-dubbel? Is hij dan geen viervoudig agent? Waar het om gaat, is dat ik bij de goeie hoor. Ik wist dat zo'n schatje nooit slecht kon zijn. Weet je, ik heb binnenkort een debutantenbal en ik vroeg me af of je misschien met mij... Later, Clover! We moeten nu Whoop redden! Kom mee! Denk aan wat je hebt geleerd. Ook al komen we straks in ons eentje tegen 100 man te staan, je kan winnen door je angstfactor te onderkennen en te manipuleren. Door te vertrouwen op je intuïtie en door goed teamwork. Zien jullie? Zelfs als hij praat is hij leuk. Hou je vast! Daar ligt het. Woep, hoofdkwartier. Het epicentrum van al het kwaad. Attentie, spy droids. Voer jullie eervolle missie uit. Spring en val aan. Hey, de baas is terug. Jerry, wat is er? En dat zegt een ware man van eer, hè? Zo, tijd om het feestje te gaan meevieren. Woep, hoofdkwartier. Het spijt me. Hij is bezig op het moment. Wilt u iets inspreken? Kijk nog een keer goed, beste broer, voor het allemaal te gronde gaat. Doe wat je wilt, Terrence, maar je kan Whoop nooit totaal verwoesten. Dat klopt, tenzij ik de atoomkern opblaas. Dat is onmogelijk. Alleen ik heb vrije toegang tot die informatie. En ik heb het beveiligingssysteem zelf ontworpen, gebaseerd op de nieuwste DNA-scantechnologie. En ik, als jouw een-eiige tweeling, broer? Heb mijn DNA. Waarom heb ik daar niet aan gedacht? Je weet echt niet wat je doet. Oh, nee. De kern van Whoop is straks nog slechts jouw koude zwarte hart. Spy Droid vernietigt zichzelf over 60 seconden. 59... 58, 57. Farewell, lief broertje. Wacht,
Geef me nou in elk geval voor het laatst een hand. Nog één keer de geheime handdruk van de Clotsworthy Academy. Net als vroeger. Ja, dat lijkt me wel een gepast laatste afscheid. Niet tegenstaande dit moet je weten dat het me vreselijk spijt. Jij bent altijd een rare vogel geweest. Eerder een sluwe vos. Er loopt een wandelende tijdbom richting de kern van Moe. We hebben nog maar een paar seconden voor zo'n 400 spy droids. Ik hoop dat deze chips je uit kan schakelen. Wachtwoord graag. Winthor. Ongeldig. Geldig? Hij heeft het wachtwoord veranderd. Tweelingbroer. Ongeldig. Grof zeg. Ongeldig. Sluwe vos. Ongeldig. Achterbaks. Vijftien. 14, 13. Ja! Spy droids uitgeschakeld. Fijne dag verder. Ja! Achterbaks? Hoe wist je dat? Dat was het lievelingswoord van Terrence. Telkens als hij het over Jerry had. 4, 3, 2, 1. Ontploffen! Wat? Staat Woep nog steeds overeind? Huh? Misschien komt dat door toedoen van mijn spies. Ja, ja, kom maar. Mama en papa vonden je zo veelbelovend. Wat jammer dat je op het slechte pad bent geraakt. En door wie kwam dat? Dat kwam door jou! Inderdaad, voel ik mij deels verantwoordelijk voor de weg die jij bent opgegaan. Wat reuze vriendelijk van je. Dus heb ik ons oude schoolhoofd gebeld en bekend. En ik word gestraft. Ik moet de vierde klas overdoen. Ah, eindelijk gerechtigheid. Maar we moeten allemaal de gevolgen ondergaan van onze daden. En dat betekent voor jou een maximaal beveiligde woepzeil. Vaarwel, beste broer. En ik zeg au revoir. We hebben de Woep-training niet eens afgemaakt. Deen zei dat we het hebben verdiend om superspies te worden, omdat we Woep hebben gered. Nou, dan heb ik wel een date verdiend met Dean, want ik heb je leven gered. Clover, het is een eer om met je mee te gaan naar je debutantenbal. Oh. Zullen we doorgaan met waar we hiervoor zijn, jullie promotie? Graag! Zullen we onze promotie vanavond vieren met een feestje? Ja! Goed idee, Alex. Dames, dit is een plechtige gelegenheid. En... ja! Oeh, mijn moeder. Ja, natuurlijk ben ik blij om u te horen. Ik ben alleen een beetje bezig. U bent hier, op het vliegveld. Maar ik verwacht u pas volgende week. Maar ik... het is erg belangrijk. En er is een feestje later, weet u, en... ja, moeder. Ik kom eraan. Sorry, agenten. We moeten het kort houden. De plicht roept. Dat snappen we. Moederskind. Oh! Met die medailles bevorder ik jullie hierbij tot het niveau van Super Spies. Sam. Wauw. Dank je, Jerry. Clover.
voor alle duidelijkheid, dit zijn echte diamanten en geen kralen, toch? Alex? Oh, best wel zwaar. Moeder! Kom erbij, Dean. Zonder jou was het niet gelukt. Bedankt, meiden. Zipier! Jerry, hoe kom jij hier in de cel? Door mijn misdadige broer Terrence. Hij ontsnapte en sloot mij hierin op. We moeten hem vinden voor die weer toeslaat. Ja, baas. Tot uw orders. Ha, 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 ha.